Je wilt onherkenbaar in beeld zijn. Kun je me ook uitleggen waarom? Ik wil natuurlijk niet aangeven dat het slecht gaat. Dat het minder gaat met de winkel. Zodat mensen nog minder komen. Als je dan aangeeft dat het minder gaat, dat dan mensen denken van gewoon, nou, daar ga ik niet meer naartoe. Dat gaat toch niet goed. En waarom gaat het minder? Omdat je merkt gewoon dat de omzet minder wordt. Omdat mensen steeds meer online iets kopen. En nog wel binnenkomen voor de gezelligheid en om lekker rond te kijken en dingen uit te proberen en te passen. Maar niet om iets te kopen. Ze zoeken het uit en gaan vervolgens op internet zoeken naar de goedkoopste prijs. Als de marges op de producten steeds kleiner worden doordat je met de prijs van internet mee moet en de huren worden steeds hoger, ja, dan op een gegeven moment is er ergens het einde in zicht. Ja, en dan moet je keus maken of de winkel sluiten of personeel ontslaan. Nou hoor je daar niks van tot het moment dat iemand failliet gaat. Waarom horen we daar zo weinig van? Mensen willen het liever niet laten horen of laten weten dat het minder gaat. Dat is ook een soort van, een soort van schuld bekennen of een soort van falen. Je hebt gefaald met je winkel. Ik denk dat het met name ook een Nederlandse cultuur is dat alles goedkoper moet. De ondernemers in een desbetreffende dorp die ondersteunen andere verenigingen, bijvoorbeeld door sponsoring en dat soort dingen. Maar als zo'n vereniging bijvoorbeeld vervolgens het online gaat kopen, omdat het goedkoper is, ja, dan blijft er voor de verenigingen en voor sponsoren ook niks over. En we moeten ons wel realiseren dat een goede winkelbestand in het dorp, dat het ook bijdraagt aan de gemeenschap. Als er al die kleine winkeltjes verdwijnen en er blijven alleen maar van die grote reuzen over, dan krijg je sowieso een heel saai centrum en dan bloedt het eigenlijk gewoon dood. Want die grote reuzen die voegen natuurlijk niks toe aan de verenigingen of aan de gemeenschap.